Oh my god, mensen. Met een betere camera, want hey, zo beter is een keer iets doen aan uw, aan uw belichting en aan uw camera. Channel delete van YouTube. Hey, wat was dat allemaal? Hè? Het was weer dik in orde, de reacties. De mensheid is zo positief. Echt, zo positieve mensheid. Nee. Dus zeggen we... Goedemorgen. Deze morgen, mijn naam is Mood for Horror. Mood for, ja. Dus ja, nieuwe dag, nieuwe, ja, hoe noem je dat, video, vlog, maakt niet uit. Dus we zijn hier weer al bij Ramsey, weer aan het profiteren van zijn elektriek, van zijn drank, van zijn snacks. Maar goed. Deze keer heb ik wel thuis gegeten, hè. En wat had jij gegeten vandaag? Wat wij nu eten is al. Maar nee, jongen. Nee, maar nee. Nee, ze had niet. Kroketjes. En kroketjes hier? Ja, met? Verse appelmoes. Verse appelmoes. En broccoli burgers. En broccoli burgers. Oeh. En naziballetjes. En naziballetjes. Ja, man. Ja, dat is wel echt zot. Dus ik heb vandaag kippenbraadworst gegeten. Met rijst en currysaus. En kip. En kippenbraadworst. Ja. Zo, ja. Sorry Silke dat ik kippetjes opgeten. Het spijt mij. Die kleine kippetjes. En ik hier moet. Wusten van ma. Silke zo. Ik haat die man. Ja. We doen er al van het weekend. Zet. Dus we doen er al van het weekend naar de kinderboerderij geweest. En s'avonds, we zaten daar zo bij een grote konijn al. Ja. En s'avonds we bellen met mijn ma. En mijn ma zegt, ja, we doen een keuken heen met mijn prum. Fuck. Laat zien eigenlijk. Allee. Het waren echt goede konijntjes, hè. Ja, jongen, ja, maar dat is het leven, hè. Ja, kijk, ja. Ja, maar konijn. Konijn, hij had al gegeten eigenlijk, konijn. Dat is wel super lekker, hè. Dat is super lekker. Ja. Wat, hè? Ja, nee, dat is goed vlees, hé, maar ik vind dat... Wat, hè? Goed vlees? Het zal wel zijn dat dat goed vlees is. Je moet eigenlijk een beetje maken, like stoofvlees, hè? Ja. Ah ja, tuurlijk. En toen om de duur, je moet dat zo lang laten... En toen dat vlees valt van het been. Of hun, like nazi-bolletjes en... Hey, ja, die nazi-balkens, als je dat genoeg laat borrelen, de nazi valt eraf. Check hier. Allee, zeg het. Toon het. Wat is nou hier? What? Veggie nuggets. Veggie nuggets. Broccoli burgers. Broccoli burgers. Nazi-balkens. Nazi-bal. Feta met jalapeno en bellomi. Nog een keer hetzelfde. En vegetarische burgers. Ah. Insane. Het kost veel minder. En doe geen dierendoos. Oh my god. Ja, ik doe geen dierendood, ja, dat is wel waar. Ik ben een dierendoder. Ja, oké. He's a killer. Ja. Oh. Hij is al een thumbnail. Oh. Blu-ray daddy. Ah, nee. Pepe Blue the killer. Ja. Wacht, gaan we de thumbnail doen? What the fuck. Ja, maar die tandstokarmen doen we niet aan mee, hè. Tandstokarmen. Sorry. Dat zijn je dan weer vriendelijk? Dus. Zeg je dan die fans, ze zullen toch zo komen, hè? Dus, welke film gaan we vandaag bekijken? The Conjuring 2. Waarom? Omdat Silke het beslist heeft. Oh yeah. Oh yeah. Now we're teenagers. Nee, now we're with Ramsey's. Now we're Ramsey's. Oh my god. Allee, nog een keer bedankt Silke dat ik hier nog een keer mag zijn. Amai, ik... Ja, hé. Hey. Ah, nee. Het zijn er nog veel, hè. Dat ik ga nog veel keer moeten komen naar hier, hè. Amai. Hoeveel zijn er nog? Ja. Nog veel. Ziet er geen kloten van. Ah ja, nu wel. Oh, shit. Maar eigenlijk, kloten moet je niet zeggen, hè. Want dat is ook viewers, vlees. Ja. Nee, dat is ook vlees. Ah, dat is niet vlees. Ja. Ja, dat is waar. Ja, wie heeft wel, nee. Pippe Blue Balls. Ja. Pippe Blue Balls. Dus, best aan bier zijn. Wacht, hè. Kijk. Anders pak hij. Want hij is nog altijd met een videographer. Ah, juist, ja. Hey, kijk, pak het gewoon over.
Ik ga maar zien dat ik goed film. Het is nog altijd bezig, hè? Het is nog altijd bezig. Oh, bezig dat ik niet gewoon aan het filmen ben, hè? Kijk, kijk, kijk mensen. Dus welkom bij Pepe Blue's Kitchen. Waar we dus dagelijks zotte dingen doen. Bijvoorbeeld pakjes unboxen. Voilà. Oh shit. Ja. Zotjes. Pepe Blue heeft dat weer een keer laten gaan, hè? Amai, en hij zit op dat meisje die zo normaal bij Jeroen Meus zo. En dat, kijk, ah, Katrien. Dagelijkse kost. Zijn ze gestopt, hè? Is ze gestopt? Fun weetje. Ja, maar wel, kijk, voilà. Maar Silke is nog niet gestopt. Silke is juist begonnen. Ik heb een contract aangeboden. Ja? Van 3833 euro per maand. Het is zo geïndexeerd. Ja. Is dat? Ik weet zelf eigenlijk niet hoe dat het gaat. Ja, oké. Okay. Dus wegsfeer. dus ja, we hebben weer twee pakketjes. Ja, maar wat? Silke staat er. Ik kan nog een wat, eitje te pijlen. Oh, mijn knie. Oei. Dus ja, ik heb twee pakketjes besteld. Bij bol.com. Bij Amazon. Twee. Kijk, ja, ik heb me misproken. Oké. Okay. Kut en nieuw. Dus ja, welkom mensen bij Pepe Blue Kitchen. Bloemenbals. Pepe Blue Balls. Waar we lekkere bolletjes draaien. Ja. Bolletjes. Gisteren zat, ja. Dus ik heb twee pakketjes van Amazon. En ik ga het een keer tonen. Ik heb ze al gepre-opend. Voilà, kijk, dat is de eerste. Een 4K Ultra HD van Ghostbusters Legacy. Oh, nice. Oh, dat was het. Weet je hoeveel dat allemaal kost? He? Met verzending. Want door u ben ik nu te weten gekomen dat met je bij Amazon Prime zit, dat je geen... Ja, dat was het. Ja, hè? Weet wel, hè? Dat je geen verzendingkosten moet betalen. Ja, dat was zot. Dat is zot. Dus, die heeft 7 euro gekost, verzending inbegrepen. Oh, dat is wel zot. Dat is wel zot. En met Nederlandse ondertitels, hè mensen? Dat is wel een badje. Is dat de laatste? Dat is de laatste. Oeh, ik heb hem zelf nog niet gezien. Ja, dikke pech voor u, jongen. Zee, ik ga het een keer gebruiken. Gebruiken, niks te gebruiken. En dan de volgende. Steelbook. Batman, The Long Halloween, part 2. What? Steelbook. Oeh. 5 euro. Verzending inbegrepen. Dat was zot. Zot, hè? Dus kijk nog een keer op amazon.be. Misschien staat hij er nog altijd op. Tambetante is, dat is de part 2. Ik heb part 1 nog niet gezien. Maar ja, weet wel, 5 euro moest hij wel kopen. Hè? Ja. Maar tambetante is, de part 1 is zeker dat het 19 euro is of zo. Dus ja. Ja, duur. Maar ja, ze doen dat expres, hè. Ze... Ja. Ah ja, dat je dan... Weet je wat? Maar ja, een beetje winst er toch. Niet met mij, hè. Niet met Pepe Blue Balls. Hey, jij? Niet met mij. Wij? No way, hè. Hey, kijk, kom een keer hier. Ah ja. Niet, wij? Nee. Goed, dus ja, voilà. Ghostbusters Legacy en Batman The Long Halloween Part 2. Voilà. En ja, dat is weer warm, vent. Ja. Zeg jij dat die zo goed ja, loopt, dat is of? Door die gains of zo, hè? Ja. Door die gains? Ja. Ja, toen zou hij wel eigenlijk heel koud moeten zijn dan. Nee, kom. Ja. Voilà. Dus ik ga hier zo een eitje pakken. Dat mag wel, hè? Ja, is het over dat, hè. Oké. Mm-hmm. Goed, hè. Maar al die chocola van kinderen, dat is toch overdreven lekker? Dat is bijna lekker. Maar helemaal. Zulke. Nee. Nou, wat was dat? Nee. Mee. Mee. Zijn dat uw eitjes of zijn dat zijn eitjes? Ah, zijn eitjes. Niet normaal lekker, hè? Alles van kinder. Dat is waar. Dat is toch. Ik eet altijd zo van die reepjes, van die kinderreepjes. Ah, dat is een beetje hetzelfde. Ja. Dat is maar. Ja, maar ja, het is kinderchocolade. Ah, ja. Het is allemaal hetzelfde. Komt er ineens zo dicht, jongen? Nee, in de frame staat. Ah, in frame? Ja. Was ik aan het... Ja, je was toch moeite aan het in, ja. Goed. En dat zijn dan uw eitjes, Silke. Zo, ja, lekker s'avonds. Tomaatje. Allee. Goed, we gaan een keer kijken naar de film zeker, The Conjuring 2. Voilà. Allee, wat te halen. Oeh, ja.
Dus Oké. Op naar het volgende momentje. En is dat time-out? Kut, wat wil dat zijn? Time-out. Ah, kut. Hi. Ja, kut, dat kunnen we niet doen. Ja. Sorry! Wij gaan nu beginnen. En mijn broek is af. Wat was die mensen? Ja man, The Conjuring 2. Heb ik weer een paar keer verschoten? Jij hebt weer gewoon niks verschoten? Hoe kan dat eigenlijk? Jij bent gewoon niet normaal. Ja, natuurlijk als je zo een gain zet, is dat zeker normaal. Ja. Maar jij hebt wel verschoten, hè? Eén keer. Eén keer? Of ja, één keer echt. Ah, één keer echt en drie keer fake. Ja. Nee, maar ik grappen. Baby Blue verschoot en iedere keer dat hij verschoot, liet hij een bijna grote scheet. Wat? Dat was wel echt bescheten. Nee, maar ik heb wel, denk twee of drie keer mega goed verschoten. Ik heb veel verschoten, maar drie keer denk ik. Nee, twee keer. Drie keer per 10 minuten. Fuck, vind ik echt verschoten. Maar ik moet wel zeggen, ik vind hem niet zo goed als de eerste. Nee, dat is wel waar. De eerste is nog altijd veel beter. En waarom? Omdat je ziet gewoon, de eerste is puur. Is echt horror. Ja, hè? Ja. En die film is ook horror, maar is zo te Hollywood-achtig. Wat is dat? De Crooked Man. Komt er die non die in één keer verandert in de Crooked Man. Wat ik ziet dat in Harry Potter en Lord of the Rings, je ziet dat in elke... Ja, nee, dat vond ik ook wel. En toen, wat was nog zo'n stuk? Op het laatste was die de nun daar, spoilers, maar ja, die film is al 70 jaar oud en zo. Dus als die nun doodgaat en zo, verandert hij in één keer like, van een Suicide Squad. Met zijn oors daar. Ik vond het belangrijkste dat die non daar aan de achterdeur zat en die scène was nogthans zo in suspense. Ja. En in één keer veranderd. En met zo die. Ja, die en dat was niet goed. Het was. Prime. Ja, Transformers. Ja, zo. Transform in Crooked Man. I'm a Crooked Man. Maar dat hoorde je wel heel op die scène. Ja, dat was. En ook, ik zag van in het begin de manier hoe dat gefilmd werd, zo. In dat huis, door een ruitje, weet ik veel allemaal, zo in ene shot, maar dat is niet echt, maar weet je wel, gewoon dat lekker zo in ene shot doen, en dat was gewoon zo te Hollywood-achtig. Van met dat je dat zei, hebben we er echt mee in de plek, en hebben we wel veel dingen hebben gemerkt. Ja, hè? Ja. Het is zo, hè? Ja. Ja, dat was gewoon het grote verschil, het was, zeker in het begin, was te clean. Het was zo... Moest hij niet The Conjuring noemen? Moest je niks te maken met die franchise, ging dan een slechte film in deze moment. Maar hij is niet slecht in die film, maar hij is gewoon, hij is zeker niet slecht, hè, maar het is gewoon, de eerste is gewoon beter, gewoon zo. Hij is niet slecht, maar de eerste is beter. Ik vind het nice vanaf dat je dat verhaal begint te krijgen in de film, dat hij het niet om die een bil had, dat hij eigenlijk door de demon, die hem eigenlijk gebruikt als dekmantel, dat vind ik het zotste. Ja. Tot mijn depte bij hem, maar tot dan vind ik het saai. Ik weet gewoon dat ik naar de coiffeur moet, want wat voor haar is dat? Dat is niet mooi, hè? What the fuck? Ik dacht dat je zojuist een haartransplantatie gedaan hebt. Ik moet... Morgen ga ik wel gaan, naar mijn, want mijn haar moet af. Ik haat dat mijn haar er zo uitziet. Ga je nou een keer je baard laten staan? Heb dat een keer gedaan, hè? Ja, maar... Dat was cool, hè? Ja. Maar niet te lang, maar... Nah. Oké. Okay. Met die gains en al. Maar... ik zit hier nog altijd in mijn onderbroek, maar I don't give a shit. Ik had dat gewoon in nog één... Ah, nee, maar shit. Maar ik heb nog iets mee voor u. Oh. Altijd valt er in de prijzen, hè. Altijd, hè. Dat is toch ongelooflijk. Elke keer dat hij komt... Ja. Wacht, hè. Kijk, ik heb nog iets mee voor de Rimsy. Oh my. Ik heb gezien de vorige video van u. Kijk hé, hoe kijk hè, wat ik mee heb voor u.
steelboek en al. Oh, shit. White noise to the light. Voilà. Dus moet maar een keer kijken naar zijn video. Hè. Dus elke maand stuur ik hem, geef ik hem 3 films voor te reviewen. En The White Noise 1 was erbij. En hij vond het zo niet perfecte film, maar het was ook geen slechte film. Hè. Ja. Ik vond het een cool verhaal, een goed verhaal, ja. Maar niet echt zo scary hoor. Maar ja, maar het is niet echt, maar het is ook... Maar het is wel interessant. Het is een thriller, hè. Het is niet echt een horror. Het is gewoon in elkaar gestoken. Ja. Ah. En dat is een tweede. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien, dus... Nee, dat ziet er wel scary. Ja. Ja, die ook zeker. Kijk, ze. Dat is Steelbook. En als je hem open doet, zitten zelfs 2 discs in. De film en extra's nog een keer erbij. Amai, wat een reactie. Ja. Wauw, kunnen we dat nog een keer doen? En toe doen? En doen alsof. En actie. Wat? 2 discs? Ja, zot hè. Hé, maar dat gaat niet lukken. Met een Blu-ray speler en mijn disc had. Disc had. Ja. Camera. Disc had. Ah. Hey, dat is ook weer film, hè. De wonderwinkel van Mr. Magorium. Ben nee. Ben je wel? Vind je dat goed? Dat is een Blu-ray film. Nee, ik zie dat niet graag. Wat? Nee, dat is met te speciaal. Dat is niet. Ik zie niet graag speciale films. Dat is echt de max, hè. Voilà. En dat was weer de video voor vandaag. Zeker, zekerke. Apothekerke. Hey. Hey. Dus nog een keer bedankt dat ik hier mag films komen kijken. Ja, de gains, dus het is niet normaal. Sorry. Ja, ik weet, maar weet je wat het ook is? Of dat ik nu naar daar film, of naar daar film, die gains blijven erin. Ja, voilà, ze zijn zodanig breed. Ik ben mijn antenne weer. Ja. Zodanig breed. Dat... Silken eigenlijk zegt van, ik wil naar mijn bed. Maar nee, ik kan niet aan het luisteren. Sorry. Wegsfeer. Ja. Salu. Goedemorgen, deze morgen. Maar ik doe altijd zo'n outro, maar eigenlijk moet je gewoon zo doen. Hoi.